We hebben een half uur de tijd om eens wat verder te denken over het thema diversiteit en inclusie in internationalisering. Hoe maken we internationalisering eerlijker en meer inclusief? Dat is de vraag. En we hopen dat jullie na deze sessie allemaal vol energie zitten om dit onderwerp op te pakken en hiermee aan de slag te gaan. Even wat huishoudelijke mededelingen. Er staat een welkomstbericht in de chat. En die zet Puk er straks in. Ik denk dat ze dat doet nadat iedereen binnen is gedruppeld. Want je ziet dat nog in de chat voorbij komen. Als je vragen hebt, kan je die ook in de chat zetten. En dan beantwoorden we die aan het eind van deze sessie. Alle vragen waar we niet aan toekomen, beantwoorden we na afloop. Dus daar kan je ook nog altijd, krijg je dan een reactie op. Als je de chat niet kan zien, komt wel eens voor. Door technische problemen, dan kan je even uit de meeting gaan en er weer inkomen. En vaak is de chat dan wel zichtbaar. Dus dat zijn even om mee te beginnen. Ik ga naar de eerste slide. Oh. Yes, naar de eerste slide. Mijn naam is Suzanne Kommers. Ik ben gepromoveerd in de VS op het onderwerp kansengelijkheid en internationalisering in het hoger onderwijs. En ik ben momenteel aan de slag als onderzoeker bij NUVIC. En ik ben ontzettend enthousiast om deze sessie te doen, omdat het een super relevant onderwerp is, zeker in deze tijd, om te kijken naar kansengelijkheid, inclusie, diversiteit en internationalisering. En ik doe deze sessie samen met Omar Bounana. Hij is stagiair bij onze afdeling Strategie en Beleid bij NUVIC. Hij is student European Studies en ook zelf op uitwisseling geweest naar Zweden. Zoals ik al zei, dit onderwerp staat nogal daar is heel nogal veel belangstelling momenteel. Over de hele wereld is een groeiend bewustzijn van de ongelijkheden in de samenleving. Deze afbeelding komt uit de VS, Black Lives Matter Movement. En ook in Nederland zie je dat er steeds meer aandacht is voor thema's van uitsluiting en hoe kunnen we ons onderwijs meer inclusief maken. Een recent artikel van de NOS, nieuwe campagne tegen hardnekkig probleem, stage discriminatie. Dus je ziet ook dat er steeds meer problemen aan het licht komen als je het hebt over diversiteit in het onderwijs en de kansen die mensen hebben. En zoals juist gelanceerd, door ons minister van Onderwijs het nieuwe Nationaal Actieplan voor Diversiteit en Inclusie. Met de ambitie om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren. En dit actieplan laat ook zien dat er vanuit het ministerie een enorme daadkracht is en aandacht voor dit onderwerp. Dat is ontzettend mooi is. Als een side note, deze PowerPoint ontvangen jullie na deze meeting. En ze staan ook alle links naar deze bronnen in de PowerPoint. Dus je kan ze altijd terugzien en verder en meer lezen over de dingen die we hier laten zien in de PowerPoint. Het programma voor vandaag. We gaan eens kijken naar kansenongelijkheid in internationale ervaringen. Wat wordt er al gedaan en waar kan je je bij aansluiten? Hoe ga je zelf aan de slag met het onderwerp? En dan is het laatste 10 minuten een mogelijkheid voor vragen. En dan geef ik nu het woord aan Omar en die zal iets vertellen over waar zit nou die kansenongelijkheid in als je het hebt over internationale ervaringen opdoen? Omar. Ja, bedankt Suzanne en nogmaals hartelijk welkom iedereen. Ik ga eigenlijk over het probleem praten en een mogelijke oplossing. Het probleem is eigenlijk dat het huidige systeem nog te weinig rekening houdt met de complexiteit en de unieke levens van mensen en van studenten, waardoor veel mensen buiten de boot vallen. Binnen het begrip diversiteit en inclusie zijn ook nog heel veel verschillen. Want als u denkt aan bijvoorbeeld kenmerken, gaat u misschien snel naar migratie, achtergrond, LHBT. Maar binnen die dingen heeft iedereen ook nog natuurlijk zijn eigen leven, waarin verschillende variatie zit. En waarom is dit belangrijk?
door dat wij willen graag dat iedereen kans heeft om internationale vaardigheden op te doen. En als jij hierin belemmerd wordt, dan kan dat invloed hebben op bijvoorbeeld de stage die je krijgt. En als je een goede stage hebt gekregen, heeft dat weer invloed op de eerste baan die je kan krijgen. Dus het maakt een divergerende beweging in de ongelijkheid als jij niet vroegtijdig mee kan met de rest. Het huidige systeem is eigenlijk ook gebouwd op studenten die naar de middelbare HAVO, naar het HBO, universiteit gaan en geen verantwoordelijkheden naast de studie hebben. Bij mij werd altijd vaak verteld binnen de opleiding, je studie is een 40-uurige baan. Nou, daar wordt dus niet rekening mee gehouden dat je daarnaast een bijbaantje hebt om bijvoorbeeld die studie te betalen. Daarnaast wordt ook nog verwacht dat je geen andere verantwoordelijkheden hebt, bijvoorbeeld al een kind. En ik wil jullie eigenlijk meenemen aan de hand van mijn ervaring in het buitenland, mijn internationale ervaring, welke obstakels je eigenlijk kan tegenkomen in iedereen's leven. Ik heb zelf in het begin ook, ik doe de opleiding dus European Studies, wij moeten op uitwisseling binnen de opleiding en helaas heb ik een functiebeperking, dyslexie ADD. Daar wordt gelukkig bij de Haagse school waar ik studeer hulp geboden. Ik krijg bijvoorbeeld een laptop tijdens de dame en extra tijd. Nou, deze hulpmiddelen heb ik echt nodig om mijn opleiding succesvol af te ronden. Ik wilde graag naar het buitenland. Dat is ook een onderdeel van het programma. Maar de universiteiten, vooral in Oost-Europa, die wilden mij niet de hulpmiddelen bieden die ik nodig heb. Dus ik ben automatisch geweest op Westers-Europese landen die dat wel zouden doen. Daarnaast kun je ook breder denken aan wat de functiebeperking betekent. Nou, niet elk gebouw is rolstoel toegankelijk. Al deze dingen moeten we van tevoren, voordat je op uitwisseling gaat, al weten. Nou, daarnaast familieverantwoording. In mijn familie werd er verwacht, zeker aan de Nederlandse kant, dat ik ging studeren. Dat ik misschien ook een buitenlandervaring ging hebben. Maar dat is niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen moeten helpen in het familiebedrijf van hun ouders. Of moeten voor hun ouderszorg zijn mantelzorg. Of hebben zelf al een kind. Nou, deze dingen hebben dus invloed op de keuze die studenten maken om naar het buitenland te gaan. Nou, dus ik Zweden uiteindelijk. Daar werd mijn hulp aangeboden. Nou, ik ben geland met het vliegtuig en ik word staande gehouden door de douane. En daar heb ik 3 uur gezeten omdat mijn paspoort te Nederlands was. En zij matchte, ja, mijn naam is toch niet voor hun wat een stereotype Nederlander is. Dus dat werd extra gecontroleerd zodat alles oké was. Dus dit soort dingen in ervaring loop je ook tegenaan. Daar moet je op voorbereid zijn. Nou, daarnaast is financiën een groot onderdeel. 4 op de 10 studenten krijgt geld van hun ouders. Het onderzoek is gedaan door Nibud. 6 van de 10 dus niet. Dus ja, veel studenten moeten zelf voor hun eigen financiën regelen. Dus met een bijbaantje. Gelukkig krijg je via de Europese Unie een beurs om binnen Europa op uitwisseling te gaan. Maar dit is lang niet genoeg. Ik besteedde ongeveer 1000 euro extra per maand uit dan dat ik in Nederland zou doen. Nou, dat moet ik dan wel hebben om het te kunnen uitvoeren. Ik kwam aan. De accommodatie waar je verblijft wordt vaak ook geregeld door universiteiten zelf. Deze wijk waar wij wonen was niet heel erg. Het werd bijvoorbeeld drugs gedeeld. Zeker voor mijn mede-Nederlandse studenten
meiden die voelden zich wat minder veilig in deze wijk. Omdat er 's avonds laat veel criminaliteit en mannen op straat waren. En in Zweden is het ook vroegtijdig donker. Dus ik kan begrijpen dat dat een onveilig gevoel met zich meebrengt. En deze studenten zijn ook meer naar het binnenstad, meer naar de binnenstad verhuisd, een andere plek. Maar deze plek kost weer extra geld om extra huur om te betalen eigenlijk. Ja. Zo zijn er punten in iemands leven, familieverantwoordelijkheden, functiebeperking, financiële omstandigheden die invloed kunnen hebben op het succes van iemand om een buitenlandervaring te krijgen en de studie op vroegtijdig te kunnen afronden. Nou, waar pleit ik voor eigenlijk? Dat we meer het gaan zien als een gemeenschappelijk probleem en het samen proberen het op te lossen. Meer begrip dan alleen wij geven het onderwijs en je moet gewoon hard werken om je best te doen. We moeten het proberen samen op te lossen. Bijvoorbeeld, er zijn voorbeelden dat er kinderopvang is binnen het universiteitsgebouw voor mensen die bijvoorbeeld een kind hebben, zodat ze wel naar de lessen kunnen gaan en de opvang ook geregeld is tegelijkertijd. We moeten dus meer buiten de box gaan denken op dit thema. Daar pleit ik voor. Suzanne gaat nog meer voorbeelden noemen wat kan helpen in onze taak om iedereen een buitenlandervaring te geven. Yes. Dankjewel Omar voor jou. Ook delen van jouw ervaring. En wat het verhaal, wat Omar's ervaring wel heel mooi laat zien, is dat het systeem op dit moment bepaalde groepen studenten dient en andere eigenlijk, waar anderen buiten de boot vallen. En dat is wel heel belangrijk om dat mee te nemen in het werk wat wij doen, om te zorgen dat internationalisering voor iedereen toegankelijk wordt en ook iedereen, elke student dient en niet de groep die sowieso al veel voordelen ervaart. Dus een vraag aan jullie, aan de andere kant van het scherm. Heb jij je wel eens buitengesloten gevoeld, het gevoel gehad dat je niet werd geaccepteerd? Dat je wel wilde, maar op basis van de dingen waar je niks aan kon doen, er niet bij hoorde? Wij weten allemaal ergens, denk ik, diep van binnen, hoe het is om buitengesloten te worden, niet begrepen te worden, niet deel uit te maken van het systeem. Maar sommige mensen worden hier meer mee geconfronteerd dan anderen. Sommige mensen lopen dag in dag uit aan tegen het feit dat ze niet de norm zijn. Bijvoorbeeld mensen met een functie- of leerbeperking, mensen van kleur. Uitsluiting die zij ervaren is systematisch. En hoewel deze systematische problemen van kansenongelijkheid niet in één keer zijn op te lossen, kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen als onderwijsprofessionals. Wat kunnen wij doen om internationalisering toegankelijk en inclusief te maken? En we hebben hiervoor drie hoofdpunten die we willen bespreken, waarvan wij denken dat zou iedereen kunnen helpen om meer op die manier te gaan denken. Eerste punt, kijk om je heen. Hoe divers is jouw directe omgeving? We zitten natuurlijk allemaal een beetje in een bubbel. Hoe divers is onze organisatie en op wat voor manieren is deze divers of juist niet? Ons team, ons klaslokaal, onze buurt. In hoeverre hebben wij te maken met mensen die mensen van verschillende achtergronden met verschillende perspectieven? Of zijn er manieren om juist meer diversiteit te brengen in onze directe omgeving? Een mooi voorbeeld van een initiatief dat probeert in kaart te brengen is de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Deze brengt in kaart hoe divers het onderwijsbeleid is. Suzanne, ik ga even onderbreken, want we zien de presentatie niet. Dus als je hem opnieuw zou kunnen delen. Ik deel hem even opnieuw. Komt-ie. Het zou niet een echte seminar zijn zonder technische problemen. Dan ga ik even naar de slide waar we al gelezen. Ik heb ook het idee dat er iets echoot. Dus als we onszelf allemaal even kunnen muten, ik denk dat dat ook bijdraagt aan de kwaliteit van het geluid. Goed, eerste punt. Kijk om je heen. Hoe divers is jouw directe omgeving? Nederlandse Inclusiviteitsmonitor helpt bij dit proces, maar we kunnen het natuurlijk allemaal ook
zelf doen. Door net iets alert te zijn op met wie heb ik te maken in mijn klas, met wie heb ik te maken in het team. En ook de vragen te stellen, wat kunnen wij doen om de situatie waarin we zitten toegankelijk te maken? Kunnen wij bij vacatures net iets verder kijken dan onze directe omgeving, maar misschien bepaalde organisaties op de hoogte brengen van een vacature of van een bepaald onderwijsinitiatief? Net iets meer outreach doen, iets meer bepaalde groepen ook echt aanspreken. Wat kunnen we doen om iedereen te betrekken in de manier waarop wij praten over dingen of materialen aanbieden? Dat zijn de goede vragen om te stellen die helpen om onze werkzaamheden meer divers en inclusief te maken. NUVIC heeft een paar goede middelen en tools. Bijvoorbeeld deze, en nogmaals, ik deel aan de hand van deze PowerPoint met ook links naar deze initiatieven, waarop je verder kan lezen hierover. Hoe zet je de culturele diversiteit van kinderen of leerlingen met een internationale achtergrond in de klas in om te werken aan wereldburgerschap, bijvoorbeeld? 10 manieren om je klas inclusiever te maken. Ook een mooi artikel. 5 tips om voor een inclusievere middelbare schoolklas. Tweede punt, sluit je aan. Zeker nu zijn er steeds meer initiatieven die iets met het thema diversiteit en inclusie willen doen. Voorbeeld ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Dit centrum geeft trainingen en adviseert instellingen over diversiteitsbeleid. Een heel belangrijke organisatie. Diversiteit in bedrijf stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Als NUVIC zijn we hier ondanks bij aangesloten. We hebben het charter ondertekend wat aangeeft dat wij ons als organisatie inzetten. Maar dit kan natuurlijk ook... Bij onderwijsinstellingen kunnen zich hierbij aansluiten. Zij organiseren Diversity Day. Dus dan komt er echt wat aandacht voor het thema diversiteit in de organisatie. Aurora, een netwerk van universiteiten die ook aandacht besteden aan inclusief internationaliseren. Een heleboel mooie voorbeelden, best practices, goede tools die universiteiten kunnen gebruiken. Dan hebben we het Global Citizens Network. Wat zich richt op wereldburgerschap, maar ook kijkt en hoe kunnen wij de diversiteit die er al is in een school gebruiken om burgerschap onder de aandacht te brengen. Dus dat zijn wat initiatieven waar je als instelling bij kan aansluiten. En als laatste punt, verdiep je in een ander perspectief. Het is zo makkelijk om in een bubbel te raken, maar de enige manier om begrip en om een diverse pool studenten te betrekken in je werk, is om ook te verdiepen in hoe ziet zo'n situatie van een student er nou uit. Wat tools, deze een podcast opgenomen door Nuffel, van Elias, die kijkt naar toenemende diversiteit op scholen en het effect daarvan op onderwijs. En het boek interessant boek van Jitse Kramer. En zij geeft praktische methoden om met tegenstellingen, verschillen en conflicten om te gaan. Dat is ook een heel goede bron. Dus dit zijn zomaar wat handvaten om te beginnen met na te denken over hoe kunnen wij internationalisering meer divers en inclusief maken. Internationalisering op dit moment is nou eenmaal niet zo divers en inclusief. Kansengelijkheid, kansenongelijkheid vooral, zit ingebakken in het systeem, in het onderwijssysteem en ook in de internationalisering. En verandering gaat langzaam. Maar wij hebben de capaciteit om iets te doen, daar ben ik van overtuigd. Met het extra beetje aandacht voor die ene student die net wat meer obstakels ervaart door de situatie waar ze in zitten. Met het benaderen van net die ene collega die zich misschien niet helemaal thuis voelt. Met het positief bevestigen van die mensen die misschien in een omgeving af en toe het signaal krijgen dat ze er niet helemaal bij horen. Met z'n allen kunnen wij internationalisering een beetje inclusiever maken en toewerken naar een wereld met meer begrip. We hopen dat deze sessie jullie wat informatie en wat tools heeft gegeven om hier verder mee te gaan. De website van, er is net een nieuwe webpagina gelanceerd van NUVIC, die ik met de werkgroep Diversiteit en Inclusie binnen NUVIC heb opgezet. En hier komen ook heel veel van deze tools weer terug. Een hele zinvolle website. En we nodigen jullie ook uit om
te reageren en te komen met jullie voorbeelden en initiatieven en waar jullie mee bezig zijn. Op deze website staan ook links naar waar je dat kan doen. Bijvoorbeeld in het MBO weet ik dat dit een thema is wat steeds meer ook wordt besproken. Maar er zijn nog heel weinig voorbeelden van hoe we in internationalisering in het MBO internationalisering dus ook meer divers en inclusief kunnen maken. Daarmee sluit ik graag ons deel van deze presentatie af. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen, opmerkingen, gedachtes. Ook hier staan onze e-mails. Schroom niet om elk moment dat je wil sparren over een bepaald idee of meer informatie wil over een specifiek onderwerp om mij of oma een e-mail te sturen. En de presentatie met alle links komt ook jullie kant op. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. En we kijken uit naar de vragen. Ja, dankjewel Suzanne Omer voor deze inspirerende presentatie. Ik ben even aan het kijken in de chat. Ik zie een idee van Debbie. Je kan een studentbuddy koppelen aan een student. Maar als jullie vragen hebben, stel het in de chat. We hebben nog een paar minuutjes om die vragen te behandelen. Ja, en over het student koppelen aan een student, dan neem ik aan dat je bedoelt het bijvoorbeeld een wat ouderejaars met een wat jongere student, dat ze ook zich aan elkaar kunnen optrekken. Toevallig hebben oma en ik het daar ook over gehad. Als een mooi voorbeeld is dat sommige instellingen studenten als rolmodel gebruiken. En dan ook net die studenten die kunnen laten zien dat ondanks dat je een leerbeperking hebt bijvoorbeeld, toch succesvol kan zijn in het veld waar je wordt opgeleid. Door deze studenten die mentor te laten zijn voor jongere studenten, creëer je bepaalde rolmodellen waarin meer studenten zich aan kunnen optrekken. Dus dat zijn inderdaad mooie voorbeelden. Yes. Ik zie nog een vraag in de chat. Is virtuele mobiliteit de oplossing? Ik denk dat het wel een heel groot deel van een oplossing is. Ja, ik denk dat het een heleboel mogelijkheden kan scheppen. Omar, wilde jij iets zeggen? Ja, ik wou de vraag ook een beetje beantwoorden. Het zou inderdaad een goede oplossing kunnen zijn, maar we moeten vooral kijken naar welk model past bij welke leerling. Dus als iemand echt beperkt wordt om fysiek naar het buitenland te gaan, is virtuele mobiliteit natuurlijk een hele goede oplossing. Ja, maar dan wel in acht nemen dat het niet op alle punten net zo effectief misschien kan zijn. Misschien op andere punten wel weer. Maar daar is, ik denk dat het wel, dat we moeten oppassen dat het niet een tweede rangs ervaring wordt. Dus dat we het goed inkleden en ook als een kwalitatief hoogwaardige ervaring aanbieden. Dus ik kan tegen willen maken. Ja. Dankjewel. Ik zie hier nog een opmerking van Gabi. Ik weet niet zo goed waar te beginnen om meer inclusief te zijn. Hebben jullie een tip? Van de hogeschool breed naar de opleidingen of juist evidence-based bottom-up? Ja. Nou, ik denk beide. Je moet, en vooral als je docenten wil betrekken, denk ik dat het heel belangrijk is om die bottom-up beweging te krijgen. En wat ik merk is dat er ontzettend veel enthousiasme is om iets te gaan doen met deze thema's, ook onder docenten. Dus dat is een manier. Maar ik denk het aansluiten bij bestaande netwerken, dat het enorm veel kan helpen aan ook middelen en tools. En het geeft veel handvaten om dat toe te passen, want het is toch een vrij nieuw onderwerp. En ja, het is ook, er is een wat ongemak over hoe heb je het over deze thema's, wat kan je wel en wat kan je niet zeggen. Dus ik denk dat het aansluiten bij de netwerken die we hebben genoemd in deze presentatie een hele goede eerste stap kan zijn. En dan ook aan docenten te vragen inderdaad van die bottom-up wat zij daaronder verstaan of zien, of hoe zij zien dat het in hun lessen zou kunnen werken. Ik hoop dat het een antwoord is op je vraag. Ik denk dat de combinatie een goede is. Yes, even kijken. Ik zie hier nog een andere vraag of de tools ook beschikbaar komen in het Engels. Van veel van de bronnen die we hier hebben genoemd in deze presentatie, de websites, daar zijn ook Engelse versies van beschikbaar. Dus als je naar de website gaat, dan is er ergens een icoontje rechtsboven vaak waar je op kan klikken. Niet alle dingen zullen in het Engels beschikbaar zijn. Ik kan bijvoorbeeld het boek van Jitse
Kramer over de manier om te gaan met conflicten en verschillen van mening. Ik weet niet of die bijvoorbeeld in het Engels beschikbaar is, maar dat zou je even moeten kijken. En als je behoefte hebt aan een specifieke bron in het Engels, dan kan je me daar altijd voor mailen en dan kan ik kijken of er iets soortgelijks is, ook in het Engels. Ik denk eigenlijk dat het misschien wel meer nog in het Engels beschikbaar is, als je kijkt naar alle materialen die in de VS zijn ontwikkeld bijvoorbeeld. Ben ik ervan overtuigd dat daar informatie over te vinden is als je daarna op zoek bent. Even kijken. Ik zie hier nog een vraag. Welke belemmeringen komen jullie tegen om meer aandacht aan dit thema te geven? Binnen NUFIC of in het algemeen in onderwijs? Ik denk dat ik zie over het algemeen meer energie om er iets mee te doen dan belemmeringen. Ik merk wel dat niet iedereen het even nodig vindt om het er altijd maar over te blijven hebben. En ik snap die frustratie wel met het idee, gaan we het nu weer over diversiteit hebben en hoe belangrijk is het nou eigenlijk? En ik denk dat het altijd belangrijk is om in kaart te brengen van waar doe je het voor hoe kan dat echt bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs bijvoorbeeld, om dat heel duidelijk te hebben. En een ander obstakel is toch een beetje het ongemak van mensen, van hoe heb je het over diversiteit, wat voor termen gebruik je en hoe zorg je dat je niemand voor het hoofd stoot. Omdat het ook best wel gevoelig kan liggen, zeker mensen die in lange tijd te maken hebben gehad met discriminatie, racisme, die daar toch emotioneel op kunnen reageren ook. Even kijken. Ja, ik zie nog een paar vragen in de chat. We hebben nog een paar minuutjes. Ik denk dat we er nog één of twee kunnen behandelen. Hier nog een vraag. Hoe zorgen we dat we een oprechte definitie van inclusiviteit gebruiken? Die blijft toch vaak gekleurd door mijn witte achtergrond. Denk ik. Ja. Pak jij die of zal ik hem? Omar, ga je gang. Ja, absoluut. Hoe zorgen we dat we een oprechte definitie van de definitie inclusiviteit gebruiken? Ik vind, doordat u er al bewust van bent, is dat dan al een hele goede eerste stap. Kijken dat elk voor iedereen, dus ook voor mijzelf, altijd alles gegoten wordt met je eigen ervaring. Dus ik zou daar altijd bij beginnen met bedenken van hoe ik er ergens tegenaan kijk, is heel erg verschillend dan hoe andere mensen er tegenaan kijken. Dus het is eigenlijk al het begin van het gesprek hierover hebben en daar uiteindelijk op voortbouwen. Suzanne, wil je nog wat aanvullen? Of? Nee, ik denk inderdaad dat je dat mooi beschrijft. En het is altijd verraderlijk om diversiteit en inclusie in de vaste termen te definiëren. Van mensen van kleur en LHBT en functiebeperking. Maar diversiteit is natuurlijk iets wat voorkomt onder iedereen. En het zou uiteindelijk, denk ik, dat de situatie waar je naartoe wil, is dat je diversiteit als een heel breed begrip kan toepassen op je onderwijs. Zorg het gewoon door het toegepast te maken op iedereen's persoonlijke situatie. En dat is lastig, en dat kan niet. Dus je moet ergens beginnen, vandaar die grote categorieën. Maar ik denk dat het goed is om in ons achterhoofd te houden dat de definitie van diversiteit niet betekent mensen met een niet-westerse achtergrond en al die de standaard manieren waarop we het nu definiëren. Dus topvraag. En ik denk dat we daarover met elkaar in gesprek moeten blijven. Dat was ook het onderdeel van onze presentatie, dat het leven van mensen ook heel veel invloed heeft op hun gelijke kansen en de kansen die ze hebben om bijvoorbeeld de top te bereiken. En iemand met een Marokkaanse migratieachtergrond, daar heb ik toevallig, die in Den Haag opgroeit, is heel verschillend van iemand met een migratieachtergrond die in Groningen opgroeit. Dus dat begint dan vaak moeilijker mee. Ja, ik kan nog wel even afsluiten met één opmerking in de chat. Er staat: de Universiteit van Amsterdam traint ambassadorstudenten met een mobiliteitservaring om het enthousiasme over de uitwisseling actief in te zetten voor projecten in equity, diversity en inclusion.
Zien jullie bepaalde tools uit jullie toolkit die we hiervoor in het bijzonder kunnen gebruiken? Er staat nog, ik maak graag gebruik van je aanbod om een keer erover te mailen, Suzanne. Ik denk dat we dat dan hierbij daar kunnen laten. En dan geef ik het woord aan jullie om af te ronden. Super, en dank voor alle interessante vragen. En het laat ook wel zien dat we nog lang niet zijn uitgepraat op dit onderwerp. En het is iets wat eigenlijk net opkomt, deze beweging. En ik weet zeker dat er in de komende jaren, dat we daarover in gesprek kunnen blijven. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Nogmaals, ik hoop dat jullie wat hebben aan de bronnen. Schroom niet om een e-mail te sturen als ik jullie ergens verder mee kan helpen.